Oh, Frank, wat doet dit mooi. Hey! Ik kom morgen naar school. Ah joh, dat red je niet meer. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en ik ben nog steeds bij Danny. Jullie zagen in de vlog van dinsdag natuurlijk dat wij uit eten waren geweest en het is maandag. Maar we hebben toch weer een beetje gedronken. Het is vandaag dinsdag, maat. Oh, het is dinsdag, maar het was maandag en toen was het heel gezellig uiteindelijk. Het was maandag en het is vandaag dinsdag. Ja. Nee. Oh ja, sorry. Ja. Oh, ik ben helemaal waar. Maar goed, ik ben hier bij Danny wakker geworden. Ik heb heerlijk hier op de bank geslapen. Het lag eigenlijk best wel prima, Dan. Het lag eigenlijk best wel prima. Fijn om te horen, maatje. Danny heeft koppijn. Hoofdpijn. Slapen weer. Omgekleed, ik heb lekker een joggingpakje aangetrokken. Ik ben nu lekker aan het editen. En ik ga lekker een ontbijtje voor mezelf maken. Een ontbijtje om 4 uur. Oh man. Wim, kan je heel even in de pan kijken? Oké. Ja, ze zijn geschrokken. Dankjewel. Ik word gewoon zo verdrietig de laatste tijd van het weer. Het is ook gewoon niet meer leuk, joh, zo. Zo willen we toch niet hier. Kijk nou, wat een grauwe boel het is. Wij gaan weer de deur uit. Want Willem gaat naar de IKEA om een bureau te kopen die hij nog niet heeft. Very good, very nice. Very good, very nice. Opeens beneden aan staat er opeens een SVR. Wel een oude model, maar is wel dik. Mooi ding. Kim. Zet hem op, hè. Zet hem op, hè. Hey, mooie vent ben je. Leuke vent ben je. Dus kijk, we staan dus nu hier. En ik had een hartstikke leuk idee. En samen met Wim. Als we dit ding, deze Mona Lisa, nou gewoon zeg maar ergens in het huis ophangen. Of bij de wc. Iedereen gaat sowieso. Ja, en dan willen we gewoon zeg maar een witte stift in leggen. En dan mag je elke keer, bijvoorbeeld als we een feestje hebben of zo. Dan kan je dus er iets opzetten. En uiteindelijk krijg je dus echt gewoon een heel... eigen Mona Lisa met allemaal rare teksten erop en zo. Wel grappig. Ja, dat wordt wel grof, denk ik, gelijk. Ja, sowieso allemaal piemels en zo. Misschien volgende keer. We gaan het eerst even overleggen met Ruud. Wim, ga maar even lekker zitten. Wim, ga maar even lekker zitten. Ga maar even testen. Is het wat, dit? Is het wat? Medium. Ik vind het echt een hele mooie, namelijk. Ik vind het ook niet mooi. Dit is ook een fijn bureautje zo. Kijk, Wim heeft laadjes zo. Een kabelgootje. Fantastisch. Echt prachtig. Kijk, het probleem is nu dat Wim niet heel veel ruimte heeft achter zijn bed waar hij zijn bureau wil neerzetten. Dus het is nu een beetje zoeken welk maatje past. Huh? Jij past altijd. Meneer heeft zijn bureau. Mooi zo. Check dit even, jongens. Dit zijn dus die platen die je zag in de vorige vlog die eraf zijn gevlogen. Kijk ook, wat de fuck is er met dit ding gebeurd? Dat is toch niet normaal? Maar ja, ze zijn opgeruimd. Je hebt gegeven. Dat is toch best prima? Kijk eens even. Hey Wim. Mooi ding, man. Nou, dit is toch best prima? Ja? Ja. Oh, meer heb je niet nodig. Hey, maar dit is toch niet het zwarte bad eigenlijk, echt? Nee, het is donkergrijs. Nou, is toch chill? Ja. Wat ben je aan het doen? Ik weet niet of jullie vroeger KUD keken voor echt wel mensen die het wel hebben gedaan. Maar er was op een gegeven moment ook dat heet KUD Peter Pan. Dit is zo'n perfecte positie, zo in zo'n hoek. Dat jij zo'n klein bureautje bijvoorbeeld vieze filmpjes aan het kijken bent. Hè? Vieze zo, filmpjes. Wat zijn vieze filmpjes dan? Vieze filmpjes waar een man en een vrouw, of twee mannen of twee vrouwen, een gek de liefde bedrijven. Precies. En kijk eens wie er ook is. Koen, wat leuk dat je er bent, jongen. Wat gezond, jongens. Spinaziepasta. Goed, hè? Ruud, wat doe je dat toch goed? Dankjewel. Goed voor jou. Gezond eten jij. Precies. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben net opgestaan en ik kom in de woonkamer en ik zie gewoon een heerlijk blauwe lucht. Maar moet je eens eventjes kijken. Deze glazen zijn zo smerig nog van de storm, want al dat water allemaal naar boven is gegaan. Maar kijk eens eventjes. Jongens, dit is echt wat ik nodig had. Gewoon een heerlijk zonnetje. Het is ook niet koud vandaag. Lekker. Ik ga richting Haarlem, want ik ga sporten. En gisteren heb ik Hidde gesproken. En eerst zou ik niet kunnen sporten, omdat ik zou alleen om 7 uur kunnen. En dat ging toen ook niet meer door. En toen zei Hidde opeens van... Vin, ik heb een verrassing voor je. Om 10 uur moet je in Haarlem zijn bij Healthy Bastards. En dan heb ik een hele leuke verrassing voor jou. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik kom hier nu aan bij Healthy Bastards. Hidde zegt, kom hier om 10 uur en laat je verrassen. Kom ik hier aan, komt Tom naar buiten. Zegt Tom tegen mij, wat doe jij hier? Wat doe je nou eigenlijk hier? Ik heb geen idee wat ik hier doe. Ja. Hidde zegt tegen mij, kom om 10 uur. Je doet eigenlijk nooit hier zoveel, dus wat doe je nou eigenlijk? Ik weet het ook niet. Maar goed, ik ga lekker zelf trainen dan.
ben kapot. Ik ben echt kapot. Kan niet meer. Dag, Jer. Nee, jongens, ik ben kapot. We hebben hard getraind. En nu ga ik eventjes richting huis. Want mijn ouders gaan gezellig op het strand lopen. En ik heb tegen ze gezegd, weet je wat, ik ga gewoon gezellig mee. Het zonnetje schijnt, dus ik denk dat het een hartstikke goed idee is om lekker te gaan lopen op het strand. Kijk eens eventjes, jongens. We zijn op het strand. Wat lekker zeg. Het waait wel flink. Maar goed, dat hoort erbij op het strand. Gezellig, met de ouders. Hey. Best stevig windje zo. Maar gelukkig als we teruglopen, dan gaat het een stukje sneller, want dan hebben we wind mee. Kijk jongens, er ligt dus hier een schelp op het strand. Maar daar hangt een soort van lul uit of zo. Normaal gesproken zit er niks aan, maar kijk. What the fuck? Dit is echt heel raar. Kijk, ze liggen echt overal. Hier liggen ook allemaal. Maar ik vraag me af, leeft zoiets ook nog? Zo joh, hier liggen er pas veel. Overal. Kijk dan joh. Echt nog nooit gezien dit. Zullen we die gaan eten, Finn? Lunch. Hè? Wil je die voor lunch? Ik wil die niet voor lunch. Oh. Heb je het gevraagd? Ja. Wat is het? Ja, die hebben dan door de storm zijn ze losgekomen. Die zitten op de zandbank, zijn met die zeesterren. En ze zijn eigenlijk allemaal zo goed als dood. Oh, wel dood allemaal. Ah, jammer. Maar voor de meeuw is het een feest. Ah. Ah, kijk eens eventjes. Ik ga weer lekker naar huis, jongens. Het was gezellig bij mijn ouders. We zijn op het strand gaan lopen. En daarna ben ik eventjes gaan eten met hun bij een gezellig strandtent. Dus we gaan weer lekker naar huis. En vanavond is Creators FC. En speel ik natuurlijk weer mee. Ik als vaste basisspeler. Ja, ik ben zo goed. Ik ben niet normaal goed. Het is echt bizar. Dus jullie gaan het zien, jongens. We gaan weer lekker voetballen vanavond. We moeten vanavond in Rotterdam spelen. In de buurt van Spijkenisse. Dus ik heb Danny gevraagd of hij wilt komen kijken. Dus ja, wie weet komt Danny ook gezellig kijken. Je weet het alleen nooit bij hem. Dan zegt hij van, ja, misschien kom ik wel. En dan hoor je niks meer van hem. Maar goed, we gaan het zien. Hey, kijk, ze zitten, ja. Nee, ja, bij mij gaat het goed. Maar hoezo nu al de Ajax-shirt? Ja, hij speelt vanavond. Ze spelen vanavond, maar... Ja, wij zitten ook Ajax FIFA. Ah, vandaar. Ja, leuk jongens, leuk. Dag, hè? Zo, jongens, ik ben net op mijn bed gaan liggen. Toen ben ik in slaap gevallen. En ik zou om 6 uur moet ik weg hier. En het is nu bijna 6:15. Maar ik heb nog niet gegeten, dus ik ga nu even snel een ei. Oh, fuck. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dus ik ga even snel een eitje koken, kipfiletje erop. En dan ga ik richting Rotterdam, want we moeten in Rotterdam spelen. Ik heb echt altijd dat als ik even ga slapen tussendoor, dan word ik zo veel moer wakker gewoon. Maar goed, ons even klaarmaken, eten en dan gaan we de deur uit. We gaan voetballen! Ja, dit is ideaal. Dit is top. Nee, hier zit ik echt op te wachten, jongens. Dit is echt fantastisch, dit. Er is denk ik wat gebeurd, want we mogen nu nog maar op 1 baan rijden. Dus er gaat iets mis. Oh, kijk. Ja, dit verkaart een hoop. Ik denk dat 2 mensen op elkaar zijn geklapt. Lekker bezig! Voordat we een uniek moment erin gooien met het revealen van het allernieuwste shirt. Alweer? Wil ik het woord even geven aan Frank. Je wordt vader. Ja. Voor de tweede keer. Van 3 Ik ben dus naar Valencia geweest dit weekend. Nee. Echt, heb ik zo'n dikke chick geneukt en die is nu zwanger. Yes! Ja, yes. Hey! Okay. Wat een dikke chick. Ja. Moeder. Nee, of... Dat niet van die houding hadden. Nee, we hebben vorige... Heb je ook een dikke chick geneukt? Hey jongens, nou ja, een paar jaar geleden heb ik... op dezelfde manier heb ik toen het nieuwe show gereveeld. Aangezien ik 2 jaar bijna niet heb gegoogeld, heb ik niks nieuws geleerd. Dus vandaar dat we op dezelfde manier dit gaan doen. Spannend. Dus een beetje spektakel. Oh. Komt-ie, zijn jullie klaar voor? Ja, yes. Ja, we zijn kijk, klaar. Okay. Ik denk Bordeaux. Ik zeg, we gaan even aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Shit.
Hoeveel vogels kan jij in je haar verstoppen? Ja, echt. Ik. Niet normaal. Ja, heb ik ook. Ja. Niet normaal, hè? Nee, het is echt niet normaal. Ik zat gewoon een beetje ophouden. Kijk, eens zwemmen voor jou, toch? 5-5, jongens. Echt gesloten. Ik ben kapot. Nee, wat dat kan ik. Doe je? Ik weet niet wat hier gebeurt, maar. Doe je? Op 8. Ik ben al lang niet. Probeer de helft. Ik vind het niet lekker. Hij zet dus, je moet hem wel echt opmaken. Je moet hem wel echt opmaken, Frank. Laat zien dat je een echte man bent, Frank. Maar weet iemand dat dit is het laatste bij ons een bier? Ja, maar iets meer. Anderhalf biertje. Is anderhalf biertje? Denk het wel. Ja, maar denk het, daar heb ik echt tegen aan. Het maakt niet uit. Jawel, dat Frank, maakt wel uit. Laat zien dat je het kan. Oh, Frank, wat doe je dit mooi. Ja, goed hoor, hé. Echte man, hè. Echte man. Kijk eens waar ik ben beland, jongens. Kop van Zuid. En wat ben ik hier aan het doen? Nou, onze grote vriend ome Danny, die gaat gezellig met ons mee, want morgen gaan we weer uit. En vanavond gaan we ook eventjes een kijkje nemen in de stad. Want Ajax heeft 2-2 gespeeld, helaas niet gewonnen. Maar goed, kan niet altijd, ze kunnen niet altijd winnen. Dus ik wacht hier op Danny en dan gaan we richting Amsterdam. Goel, dit kan jij. Mooi, hey! Een hele goede morgen, jongens. Kijk maar hoofd, ik zie er vertiefd uit. Ik ben moe. Ik kan niet meer lopen nauwelijks. Mijn benen doen fucking veel pijn, want op maandag had ik mijn benen getraind en ik heb gisteren de hele wedstrijd gespeeld. Dus ik kan niet meer. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen, man. Goedemorgen. Zielig, man, dat je zo kut voelt. Dat is toch serieus? Ja. Is nog wel lekker thuis blijven? Doe ik ook. Ik denk dat ik het wel... Even duidelijkheid. Danny, was de vorige keer kwam je op donderdag hier aan. Gisteren was woensdag. En volgende week komt hij op dinsdag aan. Ja, en hij blijft steeds langer. Na tijdje komt hij maandag, een week hier. En dan heb ik een adventure hier. Ja, ik denk dat dat echt een slim idee is. Ik denk dat ook, ja. Laten we dat doen. Nee, denk ik niet. Ik wel, Dan, gezellig. Ik denk serieus dat als jij hier komt wonen, Dan, dan is het einde verhaal. Dan is het einde verhaal. Dan, ik moet zeggen, ik vind het gezellig dat je er weer bent. Ja, hij moet werken. Hij moet even lekker werken. Vorige week inderdaad kwam hij hier pas op donderdag. En dan van donderdag tot en met zaterdag. En nu is het woensdag en waarschijnlijk ook weer tot en met zaterdag, maar goed. Is een beetje licht al klaar. Oh, Danny gaat werken. Het is inmiddels 4:30. En we hebben nog steeds niks uitgevoerd vandaag, maar dat maakt niet uit. Want vanavond is het weer raak. Vanavond mogen we weer, want dan heeft Ruben zijn feest. Ruben's feest? Het is toch Ruben's feest? Nee, Ruben geeft feest in Amsterdam in de Supper, dus waar gaan we gezellig heen? Kom gezellig langs, het heet You and I. Als je het morgen ziet, kom gezellig langs. Vandaag. Ja, dat is waar. Het is elke week soms. Elke week donderdag, jongens, in de Supper. Het is alweer een tijdje later. Iedereen heeft zich omgekleed. Danny die ziet er weer echt fantastisch uit. Lekker casual. Wij zijn allebei zwart. Bro. Jullie allebei wit, wij allebei zwart. En kijk eens even, de mannen zijn lekker aan het koken. Tuurlijk. Jongens, doen jullie goed. Lekker. Wie zegt dat? Schenk jij eens ook even een vodkaatje voor mij in? Nee, geen alcohol, hè. Geen alcohol. Gun mij ook maar gewoon een lekker drankje. Waar is jouw beker dan? Mijn beker? Ja. Geen glas? Heb jij nog wel... Geef mij maar een koffiemok. Wim, wat doe je dan gek, hé, Wim? Hé, hey, maat. Ik kom morgen gewoon naar school. Ah, joh, dat red je niet meer. Hé, hey, doe eens normaal, man. Hé, hey, Rambo. We mochten gisteren weer uit en het was hartstikke gezellig. Je ziet het aan mijn kop, ik ben weer echt heel erg brak, maar dat maakt niet uit. Maar goed, vonden jullie deze video leuk? Laat een duimpje achter, vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreken jullie later.